Onder Cameron wordt een grote hervorming doorgevoerd. Misschien wel de grootste hervorming is de hervorming van het sociale welvaartssysteem. In Engeland heb je net zoals in Nederland heel veel armoedevallen. Dat betekent dat het niet loont om te werken. Omdat als bijvoorbeeld een moeder met kinderen, een alleenstaande moeder met kinderen gaat werken, dan verliest ze de huursubsidie, verliest ze kinderbijslag, verliest ze rechtsbijstand. En ze zou zo gek zijn om te werken. Dus er komt een grootscheepse hervorming waar al die welvaartssubsidies eigenlijk in één lijn gebracht worden met het oog om het weer te lonen te maken om te werken. En dat is een revolutie die we eigenlijk in Nederland ook zouden moeten doorvoeren. Daartegenover staat dat als je dieper gaat kijken naar de Britse economie, dat het eigenlijk wel meevalt. Ja, ik bedoel, we hebben niet de werkloosheid van Spanje, 20%, veel minder. En de laatste cijfers voor de industrie, manufacturing zoals we dat zeggen, bleek dat het nog nooit zo hard gegroeid heeft. Dus het valt eigenlijk wel mee. De huizenmarkt die heeft wel klappen gekregen, maar niet zoals in Ierland, Griekenland of Spanje. En sterker, in een hele hoop delen van Engeland is de huizenmarkt weer aan het aantrekken. Het is dus een gek land. Het is natuurlijk een land wat anders dan in de rest van Europa al veel hervormingen heeft doorgevoerd. Veel flexibeler is, veel flexibelere arbeidsmarkten, veel meer ondernemingsgericht. Dus de hoop is dan dat door al die bezuinigingen die Cameron en George Osborne, de minister van Financiën, gaan doorvoeren, dat de private sector, gewoon de industrie en de dienstensectoren, genoeg veerkracht hebben om om nieuwe banen te genereren voor die mensen die ontslagen worden bij de publieke sector. Hoe gaat de Britse regering om met de financiële sector? Er is net nieuwe data uit van de Financial Services Authority, dat is eigenlijk de financiële autoriteit van Engeland. Die laten zien dat er binnen de city 2800 mensen zijn die meer dan £1 miljoen per jaar verdienen. Kan je nagaan, er zijn natuurlijk veel meer mensen die meer dan £500.000 per jaar verdienen. En algemeen bestaat het gevoel dat George Osborne, komt uit een nette, keurige, rijke familie, de city nog te veel ontziet. En dat er meer transparantie zou moeten zijn over hoeveel die mensen verdienen. Ja, anderzijds is het natuurlijk wel waar dat de city is waar zaken gedaan wordt. Ook of er in Nederland een merger en acquisition moet plaatsvinden, of als er in Nederland staatsobligaties verkocht moeten worden, komt men toch heel vaak in Londen terecht. Het is dus ongelooflijk succesvol iets. Dus men wil dus dolgraag hebben dat alles daar weer binnen de perken blijft. Met name voor die banken die in feite nog steeds staatsbanken zijn. Denk aan de Royal Bank of Scotland bijvoorbeeld. Daar worden ook gigantische bonussen uitgedeeld. Praat over miljarden. En daar is bij het publiek en ook in de kranten die je dan mag lezen, ja, is de maat vol. Dat wil men niet. Dus één ding. In Engeland is men daar veel soepeler dan in Nederland. Dat als mensen heel veel verdienen, dat ze dat gewoon in de markt verdiend hebben. Maar als ze dat verdienen, ja, dat ze wel alle bonussen mogen binnenhalen als het goed gaat. Maar als het slecht gaat, dat ze dan de verliezen mogen afwettelen op de overheid. En dan zeggen de Engelsen, ja, we zijn natuurlijk niet gek, Henkie. Or Matt Charlie. Hoe doet Nederland het in vergelijking met de UK? Het probleem bij Nederland is dat we nu een regering hebben die eigenlijk weigert te hervormen. Die zichzelf in een wurggreep heeft gestopt met een coalitie met de heer Wilders, die natuurlijk eigenlijk heel rechts is als het gaat om minderheden en moslims. Maar als het gaat om sociaal-economisch beleid, ouderwets links is. Nog linkser dan de vakbondsvleugel van de PvdA. En die allerlei hervormingen wat betreft pensioenen, wat betreft de welvaartsstaat, probeert tegen te houden. Dus we moeten zien hoe sterk Mark Rutte zal zijn. En hoe sterk Maxime Verhagen zullen zijn om de hervormingen die eerlijk is eerlijk ook om de balkenende hebben plaatsgevonden, of die nog doorgevoerd kunnen worden. Ik merk dat hypotheekrenteaftrek is niet bespreekbaar. Ik merk dat de hervorming van de welvaartsstaat, zoals men in Engeland aanpakt, is in Nederland ook niet bespreekbaar is. Ik merk dat een hele hoop de belastingen worden verhoogd in Nederland. Ik merk dat een hele hoop, bijvoorbeeld op het gebied van de arbeidsmarkt, is het ontslagrecht in Nederland nog vrij goed georganiseerd. Nou, dat kan je goed vinden vanuit een linkshoogpunt. Maar als je een rechtshervormingskabinet hebt, en als je een financiële crisis hebt, dan zou je zeggen, nou, misschien is dit het moment om toch eens te kijken of het wat makkelijker wordt om mensen te ontslaan als het echt niet anders kan. Met het oog dat je dan uiteindelijk ook makkelijker mensen aanneemt. Want in Nederland is natuurlijk heel vaak dat een hele hoop bedrijven zeggen, we gaan niet iemand aannemen, omdat ze weten dat we er nooit meer vanaf kunnen. Ja, dan heeft het geen zin. Dus die discussie is een beetje doodgeslagen in Nederland. We verliezen zoveel energie
over wat we moeten doen met de Koran of moeten doen met de moslims. Dus, en uiteindelijk gebeurt er toch alleen maar symboolbeleid. Dat eigenlijk de economie een beetje stiefmoedelijk er vanaf komt.